naar het oosten toe. Wilden de geallieerde troepen zo snel mogelijk langs de Maas Venlo bevrijden. En ze hadden het idee midden oktober dat ze Venlo in 2 dagen zouden bereiken. Het heeft uiteindelijk 6 maanden geduurd. En hier in Overloon kwamen de geallieerde troepen een hele grote, sterke Duitse legermacht tegen. En hier is 2,5 week echt heel hard gevochten. In die 2,5 week zijn 2.500 militairen gesneuveld, bijna 500 Amerikanen, ook bijna 1.500 Britten en zo'n 600 Duitse militairen zijn hier gesneuveld. Hier waren ergens tussen de 150 en de 200 tanks bij betrokken. Er zijn van de Engelsen, in ieder geval de Britten, meer dan 40 tanks kapotgeschoten. Van de Amerikanen waren er in de orde van grootte van 30 tanks kapotgeschoten. Dat geeft aan dat er hier echt hard gevochten is. Om een beeld te geven, de Britten die hebben met, zoals dat heet, een vuurwals, bijna 100.000 granaten op Overloon afgeschoten. Als je kijkt dat er zo'n 300 huizen hier in Overloon waren, toen stonden, daar was 60% totaal verwoest. Dit is zonder meer een historische plek.